DVS33 Ermelo is inmiddels een anderhalve week bezig aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. We spraken voor de tweede keer met de nieuwe hoofdtrainer Joram Hendricks en met zijn assistent Edwin Duim. Ik zit hier vanavond met Edwin Duim. Leuk dat we even de tijd hebben samen om kennis te maken voor supporters van DVS, DVS TV. Welkom bij DVS, assistent van Joram Hendricks, assistent trainer. Kan je jezelf even voorstellen? Jazeker, ik ben Edwin Duim, ik ben 56. Ik ben geboren en getogen in Zwolle. Ben getrouwd. Ik heb twee dochters. Inmiddels ook al wel het huis uit. Daarnaast werk ik in Zwolle als commerciële binnendienst manager van een klein bedrijf, Office Food genaamd. Maar goed, dat kun je even terzijde laten. Ja. En op die manier ben ik Edwin Duim. Ja, nou wat goed. Ik weet dat je als voetballer onder andere bij FC Zwolle of PEC Zwolle gespeeld hebt. Maar je hebt volgens mij best wat clubs gehad, ook als speler en als trainer. Kan je eens wat vertellen over jouw carrière? Ja, ik ben begonnen bij Zwolse Boys. Iedereen die Duim heette in Zwolle, die begint daar. Daar heb ik me tot mijn 14e gevoetbald. Toen kwam PEC Zwolle destijds voor de tweede keer om de hoek kijken. Heb ik ja gezegd, 1 jaar in de A1 daar gespeeld. Tweede jaar begonnen in de A1 en geëindigd in het eerste. Dat ging allemaal heel snel. Toen ook mijn eerste contract gekregen. Heel lange tijd de jongste debutant bij PEC Zwolle geweest met 16 jaar. Dus dat was mooi. Hele mooie tijd gehad. Zelfs nog Jong Oranje gehaald. Zo. Dus ja, dat waren tijden van, dat ging het heel snel. Tot mijn 26e ben ik bij PEC geweest. Ook FC Zwolle toen nog genaamd. En toen had ik daarnaast een baan. En toen heb ik gekozen voor het maatschappelijke. Toen ben ik gaan werken. Heb ik nog wel 5 jaar bij Sportclub Genemuiden in de hoofdklasse destijds gespeeld. En ik heb afgesloten bij Berkum in Zwolle. Ja, ja. En als trainer? Nou ja, ik ben daarna niet direct trainer geworden. Dat was op zich had ik daar eigenlijk helemaal geen zin in. Want ik had voor je leven dat ik sportmassage heb ik toen gedaan. Het massagehok is altijd leuk. Mm-hmm. Hè, er gebeurt altijd wel wat. Ja. Dus dat heb ik eerst gedaan. Heb ik toen 3 jaar lang heb ik dat gedaan bij Berkum. Alleen ja, op een gegeven moment gingen de trainers destijds, waaronder Henny in het Hof, die toen bij Berkum zat, die begon nog wel eventjes wat informatie te vragen. En vanuit de club kwam ook de wens van, nou, wil je dan toch niet de trainerschap gaan doen? Dus ik heb toen oefenmeester 3 en oefenmeester 2 in 1 jaar lang gedaan. 2 jaar assistent geweest. En toen ze op eigen benen gaan staan, een flink aantal jaren geleden nu inmiddels, bijna 15 jaar geleden. En inmiddels denk ik even kijken, 4, 5 verenigingen gehad als hoofdtrainer. Mm-hmm. Wisselende successen, kampioenschappen, degradaties meegemaakt. Dus in feite alles. En ook als assistenttrainer bij Berkum geweest en bij Sportclub Genemuiden. Ja, die laatste competitiegenoot natuurlijk van DVS. Nou, je hebt een hele reis gemaakt. Wat is jouw eerste gevoel hier bij DVS? Ja, het is een vereniging waar het een en ander goed geregeld is. Een vereniging waar iedereen elkaar helpt, waar je veel vrijwilligers hebt. Een vereniging die al een flink aantal jaren op dit niveau acteert. Ja. Natuurlijk, je probeert elke keer wel een stap te maken, maar je bent wel een vereniging die dan nog wel, wat ik begrepen heb, al 8 jaar lang op derde divisieniveau acteert. Ja. En in ieder geval kijken of je daar stappen kan maken. Ja, want wat hoop je, wat, als je wat vooruit zou kijken, wat hoop je te bereiken hier in dit jaar? Ja, wat hoop je te bereiken? Kijk, ik probeer zoveel mogelijk hetgeen wat ik geleerd heb. Ook vanuit de hele carrière probeer ik over te brengen samen met Joram. Om daar richting de groep, richting de jongens, ook al zijn het de ouderen, maar ook de jeugd. Om daar mijn bijdrage aan te geven met de ervaring die je daarin hebt. Ja. En wat is je eerste gevoel bij de groep? Ja, het is een groep die kwaliteit heeft. Mm-hmm. Het is een groep die wil voetballen. Die gretig is. Die wil leren. Dus dat zijn wel ingrediënten die je nodig hebt om te kunnen acteren op dit niveau. Ja. Jongens die ervoor willen gaan. Ja. Dus dat zijn in feite vanuit mijn verleden zijn dat zaken die ik eigenlijk normaal vind om op dit niveau te acteren. Ja. Ja. Nou, we hebben een hele bijzondere of een boeiende competitie waarbij, als je de afgelopen jaren kijkt, misschien niet altijd de beste voetballers of het beste team kampioen werd, maar soms ook echt wel gewoon, nou ja, als je kijkt naar vorig jaar Volendam, ACV de jaren ervoor, echt collectieven waren. Dat lijkt wel heel belangrijk op dit niveau. Hoe kijk jij daar tegenaan? Hoe gaan jullie hier
een hechte groep van maken? Ja, kijk, een hechte groep, net wat je zegt, het beste team wordt vaak niet kampioen. Het collectief, nou ja, dat is een doel waar wij wel naar streven. Mm-hmm. Dat iedereen zoveel mogelijk met elkaar over voetbal, maar ook daarnaast over andere dingen gaat praten. Ja. Het is niet alleen maar komen en gaan. Nee, het is ook zaak om andere dingen aan te spreken met elkaar. Je bedoelt daarmee ook gewoon samen plezier te hebben? Samen wat je in het plezier begin... hebben, maar ook samen over voetbal praten. Maar ook over andere dingen die buiten het voetbal. Want die zijn ook des te belangrijker. Ja, nou, we kijken uit naar hopelijk een mooie start van de competitie. Van harte welkom hier in Ermelo. Dank je wel. En ik wens je heel veel succes voor de komende periode. Dank je wel. Joram, hoe is het ermee? Hoe zijn de eerste weken verlopen? Ja, goed. Ja, we zijn inmiddels inderdaad een kleine anderhalve week bezig. Nou, wat ik de vorige keer ook zei, mijn doel was om al die gasten even te spreken aan de voorkant, telefonisch. Ja. Omdat veel op vakantie waren. Nou, dat is gelukt. Dus dat eerste contactmoment is allemaal goed gegaan. En uiteindelijk zijn we vorige week zaterdag zijn we begonnen met een kleine trainingsdag. We hebben getraind, we hebben geluncht. We hebben wat zaken besproken over hoe wij dat zien qua werken. En de afgelopen week hebben we drie keer getraind. En de afgelopen zaterdag hebben we in de hitte een klein wedstrijdje gespeeld. Ja. 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 En wat zijn je eerste dingen die je opvallen? Dat er heel veel kwaliteit in de groep zit. Heel veel voetballende kwaliteit. We willen ook graag voetballen. Bal over de grond, positiespel, veel positiewisselingen. Ik vind ook nog wel dat er wat dingen in ontwikkeling zijn. Maar goed, we gaan onze concurrenten ook niet te wijs maken wat dat betreft. Ja. Maar wat ik zeg, heel veel kwaliteit zit erin. Concurrentie, maar ook heel veel plezier. En dat heb ik tevoren ook gezegd. Dat vind ik wel een belangrijk goed. Dat spelplezier, dat je dat uitstraalt. En tot op heden ben ik daar heel tevreden over, ja. Super. Want je hebt nu, wat je zegt, training of 4-5 achter de rug. Waar focussen jullie nu op in deze fase? Nou, we zijn nu heel erg bezig met met name opbouw van achteruit. Dus van laatste of van achterste lijn en keeper daarbij. Hè. Dus dat vijftal richting middenste lijn en voorste lijn. We zijn heel erg bezig met derde man eronder komen. Dus verticale en horizontale passes waarbij derde man eronder komt. Goed, dan wordt het wel heel tactisch. En uiteindelijk zijn we uiteindelijk ook bezig met diepte. En daar tegenover hebben we het stukje storen. Dus hoe gaan we verdedigen? Hoe doen we dat? Waar doen we dat op het veld? Wanneer doen we dat waar op het veld? Nou, dat soort zaken, daar zijn we veel mee bezig. Super. Ik spreek natuurlijk een hoop DVS'ers en ook afgelopen jaar was het natuurlijk een bijzonder jaar voor DVS. Waarbij je dan sommige mensen nu hoort zeggen van DVS een plekje in de middenboot in de derde divisie. Dan zou wel eigenlijk wel hartstikke tevreden mogen zijn omdat het gewoon een hele mooie divisie is. Maar anderen zeggen van DVS moet gewoon proberen voor de prijzen te spelen. Hoe sta jij daarin? Nou, na een week vind ik dat lastig. In die zin, je weet ook niet wat er bij de andere verenigingen allemaal precies is gebeurd. Dus hoe die groep ervoor staat. Maar ik vind wel dat wij kwaliteiten hebben om boven de middenmoot en daaromheen stappen te maken. Maar ik denk dat, dat is misschien niet eens voetbal, uiteindelijk is het wel een gevolg. Maar ik denk dat vooral rust moet ontstaan. Dat we gewoon een goede start moeten hebben. Dat daar vanuit spelplezier, dat daar een goede start ontstaat. Ja. En dat we dan stappen kunnen maken. Ik denk dat dat met name het belangrijkste is. En waar dat dan dat schip uiteindelijk strandt, dat vind ik moeilijk zeggen aan de voorkant. Dat is ook... Het is sowieso altijd een bijzondere competitie waarin iedereen kan er misschien een paar aanwijzen waarvan je het verwacht. Maar afgelopen jaar heeft nog eens uitgewezen dat er verrassingen zijn. Ja, nou goed, vorig jaar werd Volendam kampioen. En ik hoorde jou net ook bij Edwin zeggen van niet altijd de best voetballende ploeg, maar wel de ploeg met collectief. Nou, ik heb ze zelf ook gezien en ik vond het juist een heel volwassen voetballende ploeg. Mm-hmm. Want je kunt voetballen rond je eigen 16, maar je kunt af en toe ook een lange bal spelen, vanuit de tweede bal spelen en daaruit controle halen en dan op de helft van de tegenstander gaan voetballen. Ja. Ik vond het heel volwassen en heel goed weten wat er wordt gevraagd. En voetballen is ook af en toe dat je de bal niet hebt en daar waren ze ook stevig in duels. Ja. En kijk, dat is wel iets collectiefs. Daarin verzaakt niemand. En ik vind ook dat wij dat moeten laten zien. Hè. Ik zeg ook hier al anderhalve week lang. Kijk, wij willen graag de bal hebben. En dat betekent dat je heel veel arbeid en heel veel energie in juist de fase moet leggen als je de bal niet hebt. Want anders ga je hem ook niet veroveren. De tegenstander gaat hem niet zomaar aan je geven namelijk. Nee. Gisteren zag ik de eerste training en dat was voor mij in ieder geval de eerste training die ik zag. Echt wel een groep met ook een bonk ervaring. Ja. Hoe zorg je ervoor dat die jongens ook echt hongerig zijn? Echt een beetje wat je tweede seizoenshelft zag toen het echt moest, zeg maar. Hoe zorg je daarvoor?
Ja, nou ja, goed, het is een beetje een haling van zetten, maar ik denk spelplezier. Dus als ze hier komen met heel veel plezier en dat ze het leuk vinden, dat ze zich welkom voelen, dat ze zich ook gehoord voelen. Ik denk dat dat ook een belangrijke is. En nou, wat Edwin ook aangeeft, waar we ook over praten, is dat, ja, als jongens hier komen alleen voor de voetbal, ja, dan wordt het zo zakelijk. Ik denk dat daaromheen ook wel een bepaalde sfeer moet ontstaan, dat het ook... Nou, persoonlijk, dus persoonlijk aanpak en vanuit ontwikkeling. Ik bedoel, ik denk dat ze hebben allemaal heel veel ervaring, maar ik denk dat heel veel jongens ook nog kunnen ontwikkelen. En in wat voor manier dan ook, hè. Als mens zijn, maar ook als voetballer zijn. Hè. En dan gaat het op dit niveau ook heel vaak om details. Ja, dat proberen we wel bij ze mee te brengen. Daarom is het ook mooi dat Edwin er vanuit al zijn ervaring is, hè, als voetballer, maar ook zeker als trainer. Super. Ik heb het idee dat je er zin in hebt. Klopt dat? Ik heb er heel veel zin in, ja. Nee, kijk, faciliteiten geweldig, groep geweldig, mensen waar we mee samenwerken vind ik ook hartstikke mooi. Dus goed, de zon schijnt toch lekker, ja. dus je krijgt er alleen maar energie van. Het mooiste wat er is, dat spelletje. Uiteindelijk is dit het allermooiste wat er is, ja. Goed. Het voetbalspelletje. Dankjewel.